Het is feest, want wij zijn vrij. Op 1 april 1945 was het aan de mensen in Haaksbergen om dat als eerste in de provincie te kunnen uitroepen. 17 dagen later was het de beurt aan de mensen in Kampen. Zij werden als laatste in Overijssel bevrijd. Heel Overijssel is dus in 17 dagen bevrijd. En daarover gaat deze les. Bevrijding en bestraffing. Maar eerst wil ik je eigenlijk nog even wat vertellen over dat laatste oorlogsjaar. Heel snel. Op 6 juni 1944 landden de geallieerden, de Amerikanen, de Canadezen en de Engelsen in Normandië. Normandië ligt in Frankrijk. Hun doel? Zo snel mogelijk via Nederland naar Duitsland. En ze kwamen ver. Hitler zelf had het namelijk veel te druk met vechten tegen de Russen. En hij verloor steeds meer terrein. In september 1944 lukte het de geallieerden om Zuid-Nederland te bevrijden. En ze gingen door, op naar Arnhem. Het doel daar was de brug, een strategisch punt. Maar dat bleek een brug te ver. De Duitsers waren daar te sterk. Ze boden weerstand. En de geallieerden verloren die slag. De Nederlandse regering in Engeland had via Radio Oranje het spoorwegpersoneel opgeroepen om te gaan staken en onder te duiken. Het idee was, we moeten zorgen dat de Duitsers het spoor niet kunnen gebruiken. Niet kunnen gebruiken voor het vervoeren van soldaten, wapens, tanks enzovoort. Op zich een goed plan om die geallieerden te helpen. Maar ja, nu wonnen de Duitsers. En die namen wraak. Zij verboden alle toevoer van brandstof en voedsel. En het was een zware, strenge en zeer koude winter. Hoe kon je warm blijven zonder brandstof? Hoe kon je overleven zonder voedsel? Er zijn verhalen bekend van mensen helemaal uit Amsterdam die naar Overijssel liepen. Ze probeerden de IJsselbrug bij Zwolle te bereiken, want daar was nog voedsel en dan had je een kans. Die winter wordt de hongerwinter genoemd. Hoeveel mensen er precies zijn omgekomen is niet bekend, maar men gaat uit van een schatting van ongeveer 20.000. En toen werd het mei. Op 5 mei vieren wij onze vrijheid. Het was groot feest, ook toen. Mensen gingen de straat op, ze verzamelden op pleinen, vlaggen gingen uit, ze juichten voor geallieerden. En als je maar iets van rood, wit, blauw of oranje in je kleding had, dan deed je dat aan. Maar er was ook wraak. Wraak op hen die de Duitsers hadden geholpen. NSB'ers werden opgepakt. Te schande gemaakt. Door speciale rechtbanken werden ze berecht en soms zelfs in kampen gestopt. Diezelfde kampen waar voorheen bijvoorbeeld de Joden hadden gezeten. En meisjes die een relatie hadden gehad met de Duitsers, van hen werd het haar afgeknipt. Maar de meeste mensen vierden feest. Vaak tot diep in de nacht werd er gedanst. Hoe dat in Overijssel was, dat vertel ik je met het volgende verhaal. De bevrijding van Kampen. Maar daarvoor starten we bij de hervormde kerk in IJsselmuiden. Ga je mee? Een aantal dagen voor de bevrijding was het al onrustig in Kampen. Duitsers en mensen die met de Duitsers hadden samengewerkt, trokken in een chaotische stoet de stad uit. Op een briefje wat ik nog vond van mijn opa staat, 15 april 1945 is IJsselmuiden bevrijd. Toen kwamen de Canadezen uit de richting Genemuiden. De Canadezen lagen toen bij het station en vanuit de Kampen werd er op hen geschoten. Nou, voordat ik je daar iets over ga vertellen, gaan we eerst even naar de hoofdingang. Ga je mee? Ik sta nu voor de hoofdingang van de kerk. 75 jaar geleden zijn de Canadezen hier waarschijnlijk met hulp van de koster daar naar boven geklommen. De koster van deze kerk nu, Bertel, wil speciaal voor ons de vlag hijsen. Net zoals dat 75 jaar geleden gebeurde. Hij vertelde me verder dat de klokken in de tijd van de Tweede Wereldoorlog niet mochten luiden in verband met luchtalarm. De klok mocht dus niet geluid worden. De vlag, die kon wel uit. Dat gaan we nu doen, maar we moeten wel even klimmen. Klim je mee? De vlag hangt. IJsselmuiden is bevrijd. Daar in de verte bij al die torens, daar ligt Kampen.
De 17-jarige Warnepap zag op 15 april de vlag in de toren gehezen worden. En hij dacht, de bevrijding van Kampen is nu vast ook heel dichtbij. Dat is het station in IJsselmuiden. Daar lagen de Canadezen. Vanuit de overkant werd er op hen geschoten. 15 april ging het best heftig aan toe. 16 april was het een stuk rustiger. En op 17 april waren de Duitsers geruisloos uit de Kampen vertrokken. Warnepap woonde met zijn familie aan de IJsseldijk, iets verderop. Zijn vader had een bootje, een punter. Die had hij in de oorlog tot zinken gebracht met stenen. Omdat de Duitsers die niet zouden vinden. Warne bedacht zich geen moment. De stenen werden eruit gehaald, het bootje werd schoongemaakt, drooggemaakt en hij voer naar het station toe. Hij wilde heel graag weten hoe het met zijn opa en oma was. Hoe hadden die de laatste dagen doorgebracht? Maar toen hij daar bij het station kwam, waren er heel veel mensen en hij durfde zijn bootje niet zomaar achter te laten. Daar bij het station werd hij aangesproken door een buurtbewoner. Die was tolk voor 3 Canadezen en ze vroegen hem, wil je ons overzetten? En dat deed hij. Met zijn roeibootje ging hij naar de overkant en dat was de synagoge. Een wit gebouwtje met een mooi groot gedenkteken. Daar gingen ze aan wal en de bevrijding van Kampen, dat was een feit. Er werd feest gevierd. Maar ook de NSB'ers die de Duitsers hadden geholpen, werden gestraft. Maar vooral werd er dus feest gevierd. Mensen gingen de straten op. En Warner, hij kreeg heel weinig mee. Toen de mensen hem zagen met zijn roeibootje, wilden ze gigantisch graag weten hoe het met de familieleden was. En de hele dag door is hij samen met zijn broer bezig geweest om mensen over te zetten. Heen en weer. Eindelijk, we waren vrij. Dit is gelijk voor jou de opdracht. De opdracht is namelijk, wat betekent vrijheid voor jou? Interview je gezinsleden. Je vader, je moeder, een broer of een zus. En schrijf daar een soort krantartikeltje over. Schrijf een inleiding. Maak een verslag van je interview en eindig met je eigen mening. Wat is vrijheid voor jou? Stuur dat weer op naar je meester of je. Post het via hashtag #OverijsselfietsVrijheid op social media. En wil je meer weten over deze les? Kijk dan op les 5 www.expeditie-vrijheid.nl. Bedankt.